Dus, we gaan beginnen met de A-mineur. En de A-mineur is als volgt. Je zet je middelvinger neer op de D-snaar, op het tweede vakje. Dan zet je je ringvinger op het tweede vakje van de G-snaar. En een open A-snaar. Dan hebben we nog de wijsvinger over en die zetten we op het eerste vakje van de B-snaar. En dan hebben we nog een open hoge E-snaar. Dat is de A-mineur. Dan, om te wisselen tussen de A-mineur en de C, hoeven we eigenlijk maar één vinger op te tillen. En dat is de ringvinger. En die gaan we optillen van de G-snaar omhoog naar de A-snaar, naar het derde vakje van de A-snaar. Dat is het tweede akkoord wat je hier ziet op het diagrammetje. Dus probeer hem alvast even uit. We gaan zo meteen de overgangen even oefenen. Sla hem gewoon even rustig een paar keer aan voor jezelf. Kijk of je alle noten goed zuiver eruit krijgt. Dat je niet dit hoort. Maar dat je echt alle noten mooi hoort. Ook bij de C geldt weer dat we de dikke E-snaar niet gaan spelen. En dan gaan we door naar het D-akkoord. En het D-akkoord is als volgt. Je zet je wijsvinger neer op de G-snaar op het tweede vakje. En dan je ringvinger op de B-snaar op het derde vakje. En dan je middelvinger op het tweede vakje van de hoge E-snaar. En dan spelen we hem vanaf de D-snaar naar beneden. Dus D, G, B, A. Dat is het meest rechtse akkoord op het diagrammetje. Speel deze ook even voor jezelf. Probeer goed op te letten dat je niet dikke snaren meepakt. Ik leg mijn duim hier eroverheen, maar je kan ook gewoon met je plectrum of met je vinger goed opletten dat je echt vanaf de D-snaar aanslaat.